En vind je het niet wat spannend? Zo binnenkort de 25e? Ja, ah, de april. Oscars? Ja. Nee, kijk, nee hè. Maar eigenlijk ook niet. Nee, eigenlijk ook niet. Die nominatie zelf wel. Maar dat is het. Dat is het. Dat is het. Ik merk dat ik zo... omdat je weet ook, een film... Eigenlijk hebben we de prijs al gehad. Gewoon, die film gaat nu zeker een wereldwijde distributie krijgen. Voilà. En dat is de prijs die je kunt krijgen. En je weet ook, als acteur binnen een Oscar genomineerde film, of zelfs als hij wint, ik weet niet of dat zoveel oplevert. Ja, voilà, daarom ben ik er ook maar, niet. Maar... Het is dat, maar ik gun het vooral onze films eigenlijk heel erg, dat ze überhaupt genomineerd zijn. En de prijs is al binnen eigenlijk, toch? Of de nominatie is, nominatie is gewoon, dat is de perfectie. Eerlijk gezegd vond ik wel spannend, want we hebben onszelf er toch op betrapt dat we op het moment zelf daarop vielen, want het was streamable, zal ik maar zeggen. Ja. Dus we hebben ook rechtstreeks gekeken en toch even gegild, echt, van pure vreugde. Niet alleen voor mezelf, maar voor, zoals je zegt, voor heel de ploeg en voor zo'n film. Maar ja, dat is het. Hè. Zeker films die anders toch wel minder onder de aandacht komen en dat toch verdienen. Maar dat is daarom dat hele ding van festivals en prijzen eigenlijk belangrijk zijn, niet voor zo... Dat ego gestreel, maar eigenlijk om. Het is gewoon super moeilijk voor een film, een auteursfilm, een betere film, om een distributie te vinden. En op die manier zijn we daar zeker van, dankzij festivals en dankzij dat soort prijzen toestanden. Zeker, want dat zullen we even gaan zitten? Ja, daar in de zetel. Ja. Ik heb een test gehad, hè, van.